Blikjes voor frisdrank en wijn in alle soorten en maten en vooral in enorme hoeveelheden. Zo'n 5 miljoen per dag. Ze worden gemaakt bij Bol Packaging Europe in Os. Dit weekend wordt gevierd dat het al 60 jaar lang gebeurt. Al was het wel eerst onder een andere naam. We hebben verschillende namen gehad. Nou, het meest bekende in Os is denk ik Thomas en Drijver, waar het in 1953 allemaal is begonnen. Waar meneer Drijver als industrieel een stuk grond heeft kunnen verwerven hier op het industrieterrein. En samen met een paar grote andere industrieën, zoals Organon en Unox, heet dat nu Unilever, is het begonnen te maken een conserveblikje. Zo is het allemaal begonnen in 1953. In 2003 kwam de naam Bol op de gevel te staan toen de fabriek in Os onderdeel werd van het grote Amerikaanse concern. En dat zorgde voor een aantal grote veranderingen. Nou, de belangrijkste denk ik, verandering is dat er in 2005 een hele grote impulsinvestering hier is geweest, meer dan 20 miljoen euro. Waar dus twee high-speed lijnen om blikjes te maken om rond de 2000 blikjes per minuut, dat is toch wel een behoorlijke snelheid, hebben kunnen doen. Dus met die investering zijn we dus vergelijkbaar met andere bedrijven in de wereld. Momenteel werken er ruim 200 mensen bij Bol Packaging in Os. Maar dat zouden er de komende jaren meer moeten worden als de uitbreidingsplannen doorgaan, waar al langere tijd sprake van is. Ja, dat is een goede vraag. Wij wachten eigenlijk ook op een positief antwoord. Maar ik heb goede hoop. Ik heb goede hoop dat we binnenkort daar een goed bericht van zullen krijgen. Ja, wat mij betreft gaan we hier nog 60 jaar door op deze manier. Komende zaterdag is de viering van het 60-jarig jubileum. Er is dan een open dag en burgemeester Buijs opent een speciale tentoonstelling waarbij blik als materiaal voor kunst wordt gebruikt.